Het is een drukte van je welst op het Scheveningse strand. Overal wordt met dit mooie februariweer hard gewerkt aan de opbouw van de strandtenten. Voor eigenaresse Lindsay van Blue Lagoon een speciaal moment. Toen we brand hebben gehad, toen was ik 7 maanden zwanger. Dus dat was voor mij ook een beetje een moeilijke periode. Van, ja, wat kan je nog, wat wil je nog? Bij de pakken neerzitten doet ze niet. Snel worden er weer plannen gemaakt. Ik heb nu de kans om samen met mijn man die de tent gebouwd heeft, om het helemaal zelf te gaan doen. Met een kleintje erbij, een nieuw logo, een nieuwe tent. Daar hebben we voor gekozen om een beetje een Balinese stijl te doen. Niet alleen aan de inrichting is gedacht, ook is rekening gehouden met de brandveiligheid. Maar we hebben rookmelders, we hebben alarmsystemen, camerasystemen. Eigenlijk wat we voorheen ook in principe hadden. Alleen is het allemaal weer even wat nieuwer dan wat het toen was. 1 maart, dan gaat het seizoen weer beginnen.